zat met mijn vader aan de keukentafel om boterham te eten toen er op de deur gebonst werd. Razzia. Verstijfd van angst keek ik hem aan. Ik zag de paniek in zijn ogen. Hij vloekte. Halt! Stimmen! De mannen stonden al binnen. Ze waren met z'n drieën. We moesten mee. Ik trilde over mijn hele lijf. Net op dat moment kreeg hij van een van de mannen een harde duw in zijn rug. Ik schrok. Blijf van mijn vader af, dacht ik. Ik wilde het wel schreeuwen, maar mijn stem deed het niet. Net als in een nachtmerrie. Helene Eggers, 10 jaar. Het Duitse leger valt Nederland binnen. Ze woont in Amsterdam. Bij haar oma en opa, samen met haar broers. Want haar moeder is net overleden. Je zag ze overkomen. De vliegtuig. De oorlog was begonnen, maar dat kon me niet zoveel schelen. Want mijn moeder was ziek. Zo verschrikkelijk ziek. Daar was ik veel meer mee bezig. Ze had een hersentumor. De professor die haar opereerde is diezelfde avond nog naar Amerika geëmigreerd. Waarom? Omdat hij Joods was. Ik was een paar dagen uit logeren toen Daniel me kwam ophalen. Mama is overleden, zei hij. En ik zag dat hij zijn best deed om niet te huilen. We liepen samen naar huis. Toen we bij opa en oma kwamen, stonden er allemaal kleine stoeltjes. Dat doen Joodse mensen als er iemand te overleden is. Dan gaan ze op die stoeltjes zitten. 7 dagen. Dat deed Shiva zitten. Ik heb mijn moeder niet meer gezien. Ze hebben haar begraven op de Joodse begraafplaats in Muiderberg. Ik was er niet bij. Ze hebben het allemaal voor me weggehouden. Ondertussen was het oorlog. De Duitsers kregen steeds meer macht. Dat was voor iedereen vervelend. Maar ik kreeg wel in de gaten dat vooral de Joodse mensen het moesten ontgelden. Na de zomervakantie in 1941 moest ik opeens naar een andere school. Dat was verplicht. Joodse kinderen moesten naar een Joodse school met Joodse onderwijzers. Dat was een van de vele maatregelen van de Duitsers. We mochten op veel plaatsen al niet meer komen. Je zag steeds meer bordjes verschijnen met daarop de tekst voor Joden verboden. Parken, de dierentuin, restaurants, de bioscoop. Er bleef niet veel leuks voor ons over. Het leven werd er niet leuker op. Langzaamaan besefte ik wat er aan de hand was. Dat het oorlog was, maar ook wat dat betekende. Dat we niets meer zelf konden bepalen. Dat de Duitsers de macht hadden. Je zag ze steeds vaker door de straten marcheren. Mannen met grote helmen en lange jassen. Ze zongen liederen. Dat deden ze trouwens wel mooi, tweestemmig. Inmiddels moesten we ook allemaal een ster dragen. Eerst vond ik het een raar ding. Vooral omdat er zo groot het woord Jood op stond. Het was een lap stof die een beetje muf rook. Hij moest op je jas worden genaaid. Op een gegeven moment ging ik het wel leuk vinden. Iedereen keek ernaar, dat vond ik wel interessant. Maar mijn oma ging het huis niet meer uit. Ze schaamde zich. Ze wilde met dat ding op niet meer buiten lopen. De razzia's werden heviger. En langzamerhand kreeg ik last van een wel heel onbestemd gevoel. Onveilig. Akelig. Het leek of ieder moment iets verschrikkelijks kon gebeuren. Toen, in maart 1943, gebeurde het. Dat waar ik al steeds zo verschrikkelijk bang voor was. Ik zat met mijn vader aan de keukentafel om boterham te eten toen er op de deur gebonst werd. Razzia. Verstijfd van angst keek ik hem aan. Hij schoot zo snel overeind dat zijn stoel omviel. Heel even wist hij niet wat hij moest doen. Ik zag de paniek in zijn ogen. Hij vloekte. Wacht maar, zei hij. Wacht. Halt! Stimmen! Zijn stem was hoog van angst, maar het was zinloos. De mannen stonden al binnen. Ze waren met z'n drieën. We moesten mee. Ik ook. Mijn vader bleef maar praten. Steeds weer probeerde hij aan die mannen uit te leggen dat ik niet op dit adres woonde. En dat mijn grootouders verantwoordelijk voor me waren. Maar wat hij ook zei, ze luisterden niet. Ze schreeuwden en snauwden dat hij zijn mond moest houden. Dat hij wat spullen moest pakken en op moest schieten. Ik trilde over mijn hele lijf. Mijn vader pakte me vast. Rustig, zei hij. Rustig maar. Zolang ik bij je ben, kan er niks gebeuren. Hoor je? Ik pakte zijn hand om met hem mee naar buiten te lopen. Net op dat moment kreeg hij van een van de mannen een harde duw in zijn rug. Ik schrok. Ik haatte die man. Blijf van mijn vader af, dacht ik. Ik wilde het wel schreeuwen, maar mijn stem deed het niet. Net als in een nachtmerrie. Buiten gekomen zag ik dat de hele straat was afgezet met hekken. Overal werden mensen uit hun huizen gehaald. Het was een geschreeuw van je welste. Voor ik het wist, werden we in een overvalwagen geduwd. En waren we weg. We kwamen bij een school met een grote gymnastiekzaal.
op het Adema van Scheltemaplein. Daar werd iedereen bij elkaar gedreven, letterlijk gedreven. Alsof we beesten waren. Mannen, vrouwen en kinderen. Daar zat ik dus ook bij. Ik ben er 2 nachten geweest, dat was verschrikkelijk. Gehuil, geschreeuw, geen wc's, geen water. Al die krijzende baby's. Ik ben zo goed en zo kwaad als het ging nog een beetje gaan helpen met de kleintjes. Dat kon ik goed. Ik zorgde ook altijd voor mijn kleine zusje. Na 2 nachten kwam de overvalwagen weer en werden we naar de Hollandse Schouwburg gebracht. Daar zaten we. Op elkaar gepakt te wachten op wat komen ging. Toen gebeurde er iets vreemds. Ik was inmiddels een dag in de Schouwburg toen mijn naam omgeroepen werd. Ik moest naar voren komen, begreep er niks van. Er kwam een grote, akelige SS'er op me af. Die zei dat ik mee moest komen. Ik mocht heel vlug mijn vader een zoen geven. Ik voel nog zijn armen om me heen. Een paar seconden. Alsof hij me nooit meer los zou laten. Hij drukte een kus op mijn voorhoofd. Keek me heel even aan. En draaide zich toen snel om. De Duitser nam me bij mijn hand en bracht mij naar de deur. Daar stond opa. Ik laat de hand van de lange man in het Duitse uniform los en ren op hem af. Ik kan mijn ogen niet geloven, hij is het echt. Het volgende moment voel ik zijn arm om me heen. Kind, zegt hij zachtjes. Kind toch. Hij aait me onophoudelijk over mijn haar, dat in slierten langs mijn hoofd hangt. Vieze, vette stinkslierten. Bieten, de stem van de Duitser klinkt kortaf. Als ik opkijk lijkt hij nog groter dan toen ik aan zijn hand liep. Je bent een nare man, denk ik. Bieten, klinkt het nogmaals. Hier hebben ze die papieren ihres enkels. Danke, ja, danke sehr, zegt opa. Hij kijkt de man niet aan. De Duitser knikt in de richting van een grote deur. Und jetzt verschwinden sie, schnell. Opa pakt mijn hand. Even later, als we op de straat lopen, kijk ik om. Ik zie het grote gebouw waar ik een dag en een nacht heb doorgebracht. Al die mensen. Magere, witte gezichten, holle ogen, het huilen, krijzen van kinderen, de stank. De gore stank van uitwerpselen en ziekte. Ik knijp mijn ogen dicht. De beelden moeten weg. Zie ik mijn vader ooit terug? Opa. Ik zie zijn vertrouwde gezicht. Hij kijkt strak voor zich uit. Opa. Probeer ik nog een keer. Zachtjes knijpt hij mijn hand. Kom, zegt hij dan. Kom, kind. Doorlopen. We zijn bijna thuis. Laten we tezamen, wij, de Joodse Raad, alles in het werk stellen om onze geplaagde gemeenschap door deze zware storm te loodsen. Papa, wat is precies de bedoeling van die raad? Het gaat erom tijd te winnen. De Duitsers houden dit niet lang vol. Is het aan de tijd dat we ons met onze nächste wichtige opgave beschäftigen? Die auswandering der Juden uit Amsterdam. Diegenen die absoluut niet gemist kunnen worden, worden vrijgesteld van evacuatie. Iedereen is toch onmisbaar voor iemand? Halt! Stilblijven! Wij zijn een heilloze weg ingeslagen. Ik doe niet meer mee! We kunnen niet iedereen onderbrengen, dat gaat niet. Je zult moeten kiezen. Ze hebben gewoon een val gezet. Ik moet deze manier niet misbruiken. Herr Hauptsturmführer, bitte! De toekomst zal over me oordelen.